Voor een van de laatste keren in zijn tijd als directeur van het havenbedrijf gaat Hans Smits aan boord van een van de patrouilleboten. Terugkijken met een topman van de haven hoort natuurlijk op het water te gebeuren. Smits trad aan in 2004 als commissaris, maar werd al snel door het havenschandaal de nieuwe president-directeur. De vorige directeur moest weg omdat hij eigenhandig bankgaranties had afgegeven. Aan Smits de taak om het havenbedrijf weer op orde te brengen. Ja, alles was in rep en roer. Het havenbedrijf was natuurlijk verslagen, teleurgesteld, boos. Gemeente idem dito. Het havenbedrijfsleven ontzet. Dus ja, er was maar één ding wat we met elkaar moesten doen. Dat was rust, hard aan het werk, toekomstgericht bezig zijn en vertrouwen herstellen. Want we hadden natuurlijk toch imagoschade opgelopen. Het lukt Smits ook de eerder afgewezen plannen van Maasvlakte 2 erdoorheen te krijgen. En de haven wordt verzelfstandigd. Het havenbedrijf is nu 10 jaar verzelfstandigd, professioneler geworden. Waarbij we nooit moeten vergeten dat zeg maar, de scheepvaartbegeleiding altijd al heel goed was. En zo gebleven is. Daar hebben we nog heel veel extra in geïnvesteerd. De walradenposten allemaal gemoderniseerd en verbouwd. Maar het bedrijf zelf is ook wat dat betreft weer een niveau hoger gekomen. En de samenwerking met het havenbedrijfsleven is vooruitgegaan. Dus kortom, als ik daarop terugkijk met dat team van mensen, daar kan je alleen maar tevreden over zijn. Smits heeft de afgelopen jaren veel successen geboekt. Maar toch gaat hij nu weg. Want het havenbedrijf heeft volgens hem nieuwe mensen en nieuwe ideeën nodig. Je moet niet te lang op dit soort functies zitten, want misschien ga je dan te veel in jezelf geloven. Het is goed als weer een frisse iemand komt met weer wat andere ideeën. Het is goed voor de organisatie, is goed voor de haven. Helemaal stoppen doet Smits niet. Bij 1 februari gaat hij een bouwbedrijf leiden.